heren, ik heet u allemaal hartelijk welkom op het Oostersportpark voor de wedstrijd SV08-UVS. De wedstrijd zal 38 minuten lang zijn, omdat die de vorige keer is gestaan. Wij worden nu uitgespeeld en 38 minuten zullen worden gespeeld. Waarom doe je dat?
Let's go!
Ja, Thomas, je staat weer te glunderen hier. Ja, zeker. Al vaker, hè, zo voor die camera. Maar ja, zeker. Deze wedstrijd, ja, de laatste minuten, 38 minuten. Ja, vertel maar eens even. Ja, goed. Ik denk dat we allemaal van tevoren wisten dat dit een hele belangrijke zou zijn. Ook al was het maar een klein helftje. En ja, we hebben niet veel kansen gehad natuurlijk. Zij ook niet echt. Het was een beetje rommelig. Niet echt veel voetbal gezien, maar op een gegeven moment kreeg Fabian Toet de bal. En toen stond ik vrij aan de linkerflank. En toen kreeg ik voor mijn voet en toen prikte ik hem in de verre hoek onder, via de paal. Ah, hij zat er wel heel lekker in. Ja, dat voelde geweldig. Biljartje ook? Ja. Biljarten, ja, doe je zo, dat? Ja, nee, dat doe ik niet, maar zo voelde het wel inderdaad. Ja. Ja, daarvoor had je al een paar keer, dat was een afzwaartje. Ja, ik probeerde een paar keer van afstand te schieten, maar ja, weet je, ging er niet in, maar gelukkig ging die laatste er wel in. Hè. Het was een ontlading, maar ja, toen kwam er toch zoiets van een gouden wissel. Jeff? Ja, nee, ik word ingegooid voor hem dicht te gooien en ik denk, pak mijn kans gewoon. Ja. Als andere mensen het niet doen, ga ik het maar doen. Hè. We beschrijven het eens even, want het was ongelooflijk dat die bal erin ging. Ja, ik denk eigenlijk, die gozer kopte hem gewoon terug op de keeper, maar ik gaf hem net een goed setje en een beetje voor mijn voeten liggen. Ik denk, nou, niet nadenken, maar gewoon schieten. Een hele grote stap gemaakt vandaag, toch? Zeker. Een hele goede stap. Volgende week weer, moeten we gewoon weer staan. Weer 3 punten. Ja. Ik heb jou nou toch hier. Ja, want je hebt natuurlijk laten we maar gewoon zeggen, een leidersweg achter de rug, hè, met je knie. Zeker. Toch weer een paar maanden teruggekomen. Een paar keer al in het eerste gespeeld. Ja, en dan zie je toch na zo'n blessure als je allemaal wat kleine dingetjes krijgt. En dan net op het moment dat je kan gaan spelen, dan krijg je van die kleine dingetjes. Word je ziek, dat soort dingen. En nu hopelijk weer lekker fit. Nou, ik hoor binnen een hoop lawaai. Het is nog voor 12, dus er mag niks geschonken worden, denk ik. We zullen maar weer wel eens zien, hè? Oké. Okay. Ik denk dat het goed komt. Heb ik gelukkig, Leo, want ik mag nog met 2 spelen. Dus, oh ja, ja. Kom nou, niet in de verleiding om te drinken. Ook heel belangrijk nog, hè, vanmiddag. Nou, succes, Jeff. Dank je. En nogmaals gefeliciteerd, bedankt. Ja, dank je wel. Okay. Ja, ik haal je er toch even bij, Joey. Want ja, er waren toch wat hachelijke momenten, hè, voor de goal. Je te redden in het begin al met je benen. Ja, je zat er ook dik in dat zij gingen doordrukken natuurlijk. Ze wisten de uitslagen eromheen. Voorschoten wint, DSO wint, dus zij moesten ook. Ja, goed, wij houden het compact zoals we dat in de eerste wedstrijd eigenlijk ook deden. Het was voor hun heel moeilijk voetballen. Nou, en je ziet waar dat in resulteert. 2-0 winnen en 3 punten erbij. Ja, en dan helemaal op het end trainer die doet wat verdedigende wissels. En dan zo'n verdediger die maakt nog even die 2-0. Ja, goed, weet je, zij gaan ook doordrukken, steeds verder doordrukken. Dus je krijgt steeds daarachter veel meer ruimte. Ja, goed, de manier waarop het uitvoetballen is dan wel weer mooi. Dus in principe een lange bal wordt teruggelegd. Hij valt achter de verdediging en Jeff schiet hem in. Gewoon prima goal. Nou, ik hoor binnen een hoop lawaai, dus ik zou zeggen, ga even... Gaan we doen, Lee. Is goed, jongen. Hey. Ja, je hebt weer werk verricht, hè, in de spits. Een beetje ondankbaar werk ook, hè? Het is een beetje werk wat, zeg maar, een wedstrijd zoals dit om vraagt. Dus dan gaan we ook invullen zoals het moet. Ja. Nou, beschrijf juist hoe je deze wedstrijd hebt beleefd. Ja, we weten dat we die punten gewoon hard nodig hebben. En de vorige wedstrijd, waar we niet uitspeelden, zaten er ook aardig in. En we stonden natuurlijk 0-0, dus die punten wilden we in ieder geval vasthouden. We hebben aangegeven dat de wedstrijd moest starten zoals we hem vorige keer eindigden. Ja, en als je die 3 punten pakt op de plek waar we nu staan, ja, dan is het super lekker. We waren super gedreven, super scherp getraind weer. Ja. Dus ja, het voelde extra lekker. Ja, en het is toch steeds ook min of meer in een wisselende samenstelling. Ja, Klein nou het middenveld, Jack er weer bij. Ja, we hebben net wat blessures gehad, wat mensen op vakantie. We hadden natuurlijk nu Frans die er niet bij is. Dus dat scheelt op vorige wedstrijd dat Jack weer erin komt. Die super goed traint de laatste tijd, dus het is voor de trainer ook super moeilijk om die keuzes te maken. Maar het maakt eigenlijk weinig uit wie er nu eventjes in staat. We zijn allemaal gedreven en dat is het minimale wat we moeten brengen nu.
Nou, dan ga ik even nog terug, want je bent hier eigenlijk terechtgekomen via Evert, hè? Evert van Aan de Vries. Ja. Mag het met alle respect zeggen, al 40 jaar dacht ik. Je bent 40 jaar al. Ja. En dan nog zo in de spits, hoe voelt dat? Ja, lekker. Ik heb natuurlijk 2 jaar wat minder gedaan, met vrienden gevoetbald. Nou ja, de trainer heeft toch wat goede dingen gedaan, denk ik. Ik ben aardig fit. Ik ben nog steeds altijd gretig. Dus, en het binnen de groep past het denk ik ook heel goed. Afwisselen met lange ballen, de voeten spelen. Ja, je bent een goed aanspelpunt natuurlijk. Een bal vasthouden en lekker doorkoppen. Ja. Maar waar heb je voorheen gespeeld? Was dat in het Amsterdamse of niet? Alles in de omgeving Amsterdam. Ja, ik heb een aantal clubs gehad. Ik ben geëindigd bij Sporting Martínez in Amstelveen. Daarvoor heb ik Jos Watergasmeer gehad, ja. KBV. Misschien wat teams die niet iedereen zegt in deze regio, want de teams hier zeggen me ook heel weinig. Amsterdam, daar kan ik niet anders doen dan je 2 keer feliciteren. Ja. Met van de week. Ja. Afgelopen week. Ja, hopen dat we dat morgen weer mogen doen en woensdag weer. En vandaag. En vandaag. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik word even. Nou, mijn aanvoerder, mag ik je feliciteren? Ja, dat mag wel. Heel de ploeg, hè. We hebben een belangrijke stap gezet. Nu volgende week RCL. Ja, dan kan je helemaal goede zaken doen. Maar dat we vandaag nogmaals die goede stap hebben gezet, dat is een ding wat zeker is. Het was op een gegeven moment ook nog heel erg rommelig bij je voor de kool. Hè, met kunst en vliegwerk soms. En toch, ja, met kopje erbij, dat je geen strafschop veroorzaakt. Nee, maar goed, dat komt ook wel een beetje door een scheidsrechter die, waarvan je weet, die laat gewoon een hoop toe. En die is niet zo pietluttig als sommige anderen, met alle respect, in deze klasse. Maar het was inderdaad een fase billen knijpen. Maar we zijn er goed doorheen gekomen en 2 goede doelpunten. Ja, ongelooflijk te klein is toch weer. Ja, troetelbeertje hè, Thomas. Maar goed, ook als je ziet ook hoe Jeff invalt en toch het geloof heeft in die bal en uiteindelijk binnenschiet. Vind ik ook wel een mooie beloning voor hem. Als je ziet waar hij vandaan komt met zijn blessureleed. Ja, is alleen maar leuk voor de jongen. Mooie bekroning. Maar hij gaat nu nog even verder in tweede. Ja, karakterjongen. En net als ook de andere jongens die bij de selectie zitten en vandaag ook het tweede willen helpen. Ja, dat toont alleen maar aan hoe hecht deze groep 1 en 2 is. Dus nee, is alleen maar positief. Maar ja, je zou ook nog even mee kunnen doen, want je hebt nog niet zoveel gespeeld in het eerste. Voor mij is dit eigenlijk wel een beetje een voorbode van dadelijk die veteranenvoetbal. 37 minuten, dat is voor mij wel, is voor mij wel prima zo. Dat bevalt wel. Dat bevalt wel, ja. Nou joh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want de punten zijn binnen, Jeff. En ook een trainer met 2 verdedigende wissels. Waarvan de 1 toch een heel hoogtepunt werd. Ja, absoluut. Het is lekker dat hij hem nog binnenprikt natuurlijk. Harut, we gingen natuurlijk vol in aanval. Ik zag hun opstelling van tevoren al op papier. We hadden het vermoeden al dat ze met 2 spitsen zouden gaan spelen en dan heel aanvallend middenveld. Dat weet je, Youssef, die verdedigende middenvelder was er nu bij. Ja, dan weet je toch dat ze met zo'n aanvoerder die toch heel veel diepgang heeft, heel veel beweging in zijn spel hebt, dat ze uit de tweede linie willen komen. En dat is toch heel moeilijk verdedigen. Dus we zagen dat we aankomen. Vandaar hadden we van tevoren al wel rekening mee gehouden. Ook gezegd van hé, dan gaan we iets meer inzakken. Ook met je buitenspelers. Waardoor we weer een goede bezetting op het middenveld krijgen. Maar ja, we wisten ook dat ze 2 wissels hadden. En dat waren alle 2 aanvallers. Dat wisten we ook van tevoren. Ja goed, die gingen ze inbrengen. Nou, dan gaan ze toch op een gegeven moment met 3 spits spelen. En dan eigenlijk 3-4-3 gingen ze spelen. Maar ja, met die middenvelder Youssef, die zakte wel heel veel in de verdediging uit. Dus ja, het effect was eigenlijk een beetje hetzelfde nog dan. Nou ja, uiteindelijk, ik zeg echt veilig, mogen we nog niet zeggen, maar dat is toch een hele grote stap gezet, toch? Nou ja, veilig zeker nog niet. Hè. Ik bedoel, je hebt nog 3 wedstrijden te gaan, maar dat we onszelf een goede dienst hebben bewezen, dat lijkt me duidelijk. Kijk, ik kijk het nu ook al zo, en je moet het nog maar eens doen. Hè. Van tevoren zei ik het ook al, jongens. Ja. In principe kan je, als je een goed resultaat boekt tegen UVS vandaag, en een goed resultaat was in principe 1 punt ook al. Alleen als je 3 punten haalt, is het gewoon een goed resultaat. En je wint volgende week van RCL, dan mag het niet meer fout gaan, want dan ga je ook over RCL heen. En RCL moet daarna nog tegen Dokkels. Ja, ze kunnen niet allemaal punten pakken. Dus met die rekensommen bekijk je het ook wel natuurlijk. Ja, aan de andere kant wist je dat er zware dobben zou zijn om hier zomaar even van UVS te winnen, want het is gewoon een fantastische ploeg natuurlijk. Dat het tweede ook een goed resultaat boek. Hè, want daar liggen de belangen ook, liggen die belangen natuurlijk ook wel. En, maar goed, misschien dat we het even door kunnen trekken vanmiddag. En nog gefeliciteerd dat je vriend bent geworden van de vrienden. Hè? Ja, dankjewel. En gelijk boter bij de vis, want ik hoorde van Hans van de Potje heb al gestort. En ja, trouwens Robin ook. Ja, daar moeten we niet mee wachten. Zit geld zat bij jullie?
Nou, dat wil ik niet zeggen. Ja, daar zit wel geld zat, maar ik heb ook een vrouw die dat weet. Ja, dus knip dat er ook maar uit trouwens. Knip alles. Hey. Okay. We hebben gekozen voor Jeffrey Ross tot man of the match te voetballen. Maar die jongen heeft zo'n groot voetbalhart dat hij direct doorging met het voetballen in SVC 2. En daarom heb ik aan Fabian Toet gevraagd, die eigenlijk de man van de wedstrijd was van een x-aantal weken geleden tegen UVS. Om even naar voren te komen en om de prijs voor Jeffrey in ontvangst te nemen. Fabian, om met jou te beginnen. Een paar weken geleden, ik noem het eigenlijk een beetje sarcastisch man of the match. Dat was je zeker natuurlijk niet. Misschien was je eigenlijk de grootste pechvogel van die wedstrijd. Maar als eerste vraag, en misschien willen heel wat verenigingen dat weten. Hoe gaat het nu met je? Ja, dat gaat heel goed met me. Af en toe zit het wel nog in mijn hoofd van, het is toch best wel heftig geweest, zeg maar. Maar ja, ik heb een hele week alleen maar testen gehad en ja, alles is zeer positief geweest. Dus ik mag er alles doen. Ik ben helemaal fit verklaard, gelukkig. Ik denk dat het team ook super blij was dat je er eens kon staan vandaag. Ja, vandaag een hele spannende wedstrijd. Een belangrijke wedstrijd denk ik voor beide teams. Zowel voor UVS als voor SVC. Ja, het komt beide kanten op denk ik. Ik denk als ik in Man of the Match had kunnen maken, had ik er misschien wel meerdere moeten noemen. Ik noem een Joey denk ik. En met een hele belangrijke redding. Maar ook een Michael Ross. Die op belangrijke momenten zijn team er weer doorheen snocht. Maar hoe zag jij dat zelf? Ja, ik denk dat we een hele grote teamprestatie hebben geleverd vandaag. Ik denk dat we met z'n allen, ook de jongens die op de bank zitten en met de staf, denk ik dat we gewoon allemaal man of the match zijn. Want vandaag gaan we gewoon echt voor elkaar door het vuur. En als wij dat elke wedstrijd laten zien, dan zijn wij een hele moeilijke tegenstander denk ik om tegen te voetballen. Helemaal mee. Het is hartstikke mooi omdat dat je dat zo oppakt als team. En dat herken ik ook in dit team van SVC 08. Vrienden voor het leven, durf ik bijna wel te zeggen. Daarom wil ik graag de Oma Toos trofee voor Jeffrey aan je uitslagen. En misschien moeten jullie met z'n allen dan maar eens een keertje bij Oma Toos gaan eten. Best leuk om te doen, denk ik. Deze Jeffrey is voor jou, maar ik handig hem over aan Fabian. Ja. Fabian, dankjewel. Ja. Okay. Super, dank jullie wel. Goed weekend allemaal. Thank you.